Ja, die worstelt nog wel een beetje, vind ik. Elke keer als die moet gaan zeggen, het is echt belangrijk dat je je aan de regels houdt. Want dat is ook wel een gevoelig punt, dat er zijn verschillende ministers in het kabinet, en Rutte was dat tot eind vorige week eigenlijk ook, die vond dat ze al op dit moment hele erg vergaande maatregelen nemen. Dat dat genoeg zou moeten zijn om het virus eronder te krijgen. Maar dat dat niet lukt, omdat heel veel mensen de urgentie niet voelen. En dan zou het kabinet nieuwe maatregelen gaan nemen, in de hoop dat mensen dan die urgentie wel gaan voelen, waarvan Rutte zelf dan misschien denkt, ja, maar dat was eigenlijk niet nodig geweest als we ons aanvankelijk aan die regels Ja, maar dat is natuurlijk steeds het verhaal. Ja, nee, maar ik bedoel, die hele strijd tussen ministers is volgens mij ook totaal logisch, want in de samenleving zien we die strijd ook. Dus ja, waar leg je het belang van de volksgezondheid, het belang van de economie? Dat gaat de hele tijd heen en weer, ook in dat katshuis. En nu bij Rutte zie je wel de frustratie. Die heeft natuurlijk de afgelopen weken heeft hij steeds gezegd, ja jongens, dit zijn de regels. Ik ga niet controleren of je je eraan houdt. Dus is iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. En ook intern is hij er wel een beetje op gewezen van, ja, mensen hebben misschien wat meer behoefte aan een wat strengere premier. Ja, gewoon zeggen, ja, precies. Ja. Dat zit dus met Grapperhaus, die nou eens nog geloofwaardigheid heeft in dat verband. Nou, ik las in de NRC dat ze zelfs in het CDA eigenlijk wel een beetje genoeg van Grapperhaus hebben. In het kabinet zijn er toch best wel veel mensen die denken van, hij had beter kunnen vertrekken. En ik heb zelfs wel als CDA'ers dat horen zeggen. Maar beter op kunnen staan. Want het is gewoon niet meer houdbaar. Nou ja, gewoon die geloofwaardigheid is een probleem. En ja, agenten en boa's, die krijgen die problemen soms. Maar wie steunt hem? Wie staat er dan achter hem? Nou, Hugo de Jonge heeft eigenlijk besloten. Die had de leiding op dat moment. Ja. Je zou kunnen zeggen, voorzitter Ploem van het CDA, maar die is ook een beetje onzichtbaar. Maar Hugo de Jonge heeft waarschijnlijk gezegd, ik denk Grapperhaus zelf ook heel erg. En Grapperhaus zelf. Die twee hebben besloten, ik ga door, hij gaat door. Ja. Grapperhaus zelf dacht natuurlijk eerst van, ja, ik ga niet weg omdat er in zijn ogen een paparazzi-fotograaf in de bosjes heeft gelegen en mij daarom mijn politieke carrière afneemt. Maar die krijgt inmiddels wel door dat het steeds lastiger wordt om mensen aan te spreken. Hij begint zelf in elke interview over, ik heb het natuurlijk met mijn bruiloft ook verkeerd gedaan. Gaat hij de verkiezing halen? Nou, hij werd gezien als de reserve voor als Hugo de Jonge zou omvallen in deze crisis. Inmiddels is het de vraag of hij überhaupt nog terugkeert op de lijst. En, Dat is een serieuze vraag. Dat is een serieuze vraag, inderdaad. Ja. Maar het is natuurlijk blijft raar dat je nu eigenlijk vindt, we hebben al strenge regels, maar mensen moeten zich er echt aan gaan houden. Het gaat ook over handhaven.